Ik ben Gerlinde de Deijn en ik ben bodemecoloog bij Wageningen Universiteit. En ik ben Wim van Egmond, ik ben fotograaf. Veel mensen denken dat bodem een dode, donkere massa is. Voor een deel klopt dat ook, maar voor een groot deel ook niet. En dat hebben we vorig jaar al laten zien met een mooie bodemfilm van regenwormen. Maar regenwormen, dat zijn nog heel grote organismen en er is gewoon nog heel veel meer wat we graag willen laten zien. Bodemorganismen leven in het donker, dus die kan je niet zomaar filmen. Daarvoor maken we gebruik van timelapse opname, dus we nemen één flitsfoto in het kwartier. En als je die snel achter elkaar afspeelt, dan krijg je dus een versnelde beweging. En daardoor zie je ook allerlei hele langzame processen. Het groeien van schimmels. En doordat ze bewegen kun je zelfs afzonderlijke micro-organismen zien. Dus dat geeft een uniek beeld van alles wat er leeft in de bodem. Met uw hulp willen we heel graag een nieuwe opstelling bouwen. Om het bodemleven en die interactie met ook plantenwortels en plantengroei bovengronds heel mooi in beeld te brengen. Ja, en dat wordt best een lastige opstelling. De onderkant moet helemaal donker blijven, maar aan de bovenkant moet licht vallen op de planten. Die planten moeten gewoon blijven groeien. Dus het moet echt het bodemleven zijn zoals het in werkelijkheid gebeurt. Ja. Het leven boven de grond, dat kan echt maar bestaan dankzij het leven in de grond. Want het zijn de bodemmicro-organismen die ervoor zorgen dat de voedingsstoffen voor die plantengroei echt vrijkomen en beschikbaar voor de groei. De bodemorganismen zijn ook heel erg belangrijk voor het beschermen tegen plantenziekten. Hoe dat precies in zijn werk gaat, in verschillende bodems, dat willen we jullie heel graag laten zien in nieuwe bodemfilms. Ja, het leuke van dit soort films is dat we weten niet precies wat er gaat gebeuren. Wat we kunnen verwachten. Het is een soort ontdekkingstocht in een mysterieuze wereld. En u kunt dus meedoen aan die ontdekkingstocht. Zonder u kunnen we deze ontdekkingstocht niet starten. Iedere bijdrage is welkom.